Hallo en welkom bij weer een nieuwe video. Deze week neem ik jullie mee met een soort van vlog en sfeerbeelden en een shoplog van Harry Potter, The Visions of Magic in Keulen. Voor wie me niet kent. Hallo, ik ben Esmeralda en ik maak wekelijks video's over cosplay, Harry Potter shoplog, vlogs van alles en nog wat. En ik upload vaak op zaterdag, maar zoals je merkt ook vaak een dag te laat. Dus als je op de hoogte wil blijven van mijn video's, vergeet dan niet om te abonneren, want dan blijf je op de hoogte. En voor vandaag dus een video over de Visions of Magic in Keulen. Hey, dus oké, licht. Jongens, ik ben vandaag... Oh, Irma staat heel mooi op de achterwacht. Oké, ik kan dit nog niet. Oké, ik ben vandaag bij de Visions of Magic en ik neem jullie mee met een mini vlogje en een denkend shoplog. We hebben best wel lang gewacht en ik heb een lampje. Ik ben heel blij met mijn lampje. Ik ben heen geweest met Rick, Maus, Irma en Tim, die jullie kunnen kennen van eerdere video's. En The Visions of Magic is vooral gericht op lichtjes en dingen die reageren op een toverstokje die je krijgt. Die dan ook op bepaalde momenten, als je ermee sweept en het ingedrukt houdt, licht geeft. Hij wil. Nu werkte dat stokje overigens niet in iedere kamer even goed, maar het idee was dat je ermee sweept en dat er dan lichtjes aangingen ergens, of dat iets ergens op reageerde. Of ik moest er gewoon even agressief mee zwaaien. Hey, als keukenman. Dan had je verschillende kamers. En ik vond een heel groot verschil in per kamer zitten welke ik cool vond en welke ik ietsje minder vond. Maar als ik het me goed herinner, begon je in een kamer met de collectibus. En die kamer was dan vrij donker. En zodra iedereen als een stokje in de lucht hield, dan verlichtte de kamer. En dan kon je de collectibus goed zien en alles eromheen. Nu wilde ik dat filmen vanaf het begin en ik stond heel wat met mijn cameraatje zo omhoog en toen kwam ik erachter dat mijn camera uitstond. Maar ik heb het wel gefilmd voor jullie toen de lichten dus al brandden. Ik filmde niet, ik ben echt gesukkeld. Ik vond dat effect echt heel erg tof dat iedereen dus een lampje zo in de lucht houdt en dat dan alles zo aanging. Eenmaal in de collectebus vond ik het een beetje lang duren, maar zag er op zich ook wel cool uit. Dan had je in ieder geval een kamer met daarop het tapijt van de familie Black, die ook een beetje bewoog en dat je zo zag dat die verschillende gezichtjes zo langzaam wegbranden. Op zich wel cool. De kamer daarna, daarover heb ik van heel veel mensen gehoord dat ze dat heel tof vonden, die vond ik ietsje minder boeiend. Zeg maar een kamer die verandert van Makuza naar de Ministry of Magic, naar nog wat verschillende locaties, allemaal dingen gerelateerd aan de verschillende ministeries van magie. Oké, bedankt Tim voor de translation. Deze kamer die verandert dus van zeg maar Makuza, de American Ministry of Magic, naar van die in Londen. Het lichtje doet het niet meer. Op zich wel tof gedaan, maar ja, als je gewend bent om naar andere Harry Potter dingen te zijn geweest, zoals Harry Potter Exhibition en de Warner Bros. Studio Tour in Londen, dan doet dat een beetje onder, zeg maar. Dan een kamer die ik wel echt super tof vond en dat is het departement van ik ben echt een nap van, ik ken al die namen niet meer. Mystificatie? De kamer met alle orbs. Daar gingen al die bollen zeg maar aan en uit en alles reageerde ergens op. En dat was echt wel cool gedaan. We zijn nu in de orbel en dit is intens. Waarom zoomt hij ineens zo in? Wat gebeurt er? Wat is dit? Doe jij dat? Nee, ik doe helemaal niks. Hallo? Dat was raar. Er was ook nog een ruimte met daarin hele grote schermen met verschillende Fantastic Beasts op die schermen die dan bewogen. En her en daar ontstond dan een soort van wolkje. En als je dan met je stok daar zo omheen zwaaide, dan reageerde het erop. En dan ontstond er iets van informatie over die Fantastic Beasts. Kijk, daar heb je dus Trace of Magic. En dat is zeg maar hetzelfde als Hogwarts Legacy, dat je moet roepen Revelio en dan gebeuren er dingen. Revelio is echt een must, anders werkt het niet. Kijk, Revelio. Ja, zie je, dan komen er dingen. Dat is hoe het werkt.
wat ik daarbij jammer vond, en dat had ik dan misschien ook een beetje bij die ministeriekamer, is dat het vooral schermen zijn waar je naar kijkt. Ik vind het dan cooler als je in zo'n oorpruimte bent, dat je echt de bolle levendig ziet in plaats van iets op een scherm. Al vond ik de artwork in die Fantastic Beasts kamer wel tof gedaan. Dan twee van mijn favoriete ruimtes. Eentje was Nocturne Alley, oftewel de verdonkerde maansteeg. Zeg maar dat duistere straatje naast de weg is weg. En ja, als je daarheen loopt had je een heel cool bordje met Nocturne Alley erop en lichten. En daarna liep je dus Nocturne Alley in met een stuk of 3-4 winkeltjes waar je langs kon lopen. En die vond ik ook wel echt heel tof daaruit zien. Daar hebben we ook best wel even gestaan om foto's te maken. Echt shout-out naar Maus en naar Rick, die diende als mijn persoonlijke fotografen. Ik voel me echt next level sociaal ongemakkelijk. Ik heb net echt in iedere mogelijke foto gelaten, wat echt super druk is. En Rick en Maus zijn de Instagram boyfriends die echt telkens als soort van cameraploeg om mij heen staan. Maar het is hier wel heel pretty voor foto's. Oké. Okay. Overigens, alle foto's die je telkens in beeld ziet, die zijn dus ook gemaakt door of Maus of Rick. En dan bewerkt door Maus. En ja, helemaal blij mee. Dan aan het eind van de Nocturne Alley kwam je in een kamer met allemaal ochtendprofeten, allemaal kranten op de muur. En aan het eind van die kamer zag je dan de verdwijnkast. En die vond ik dan wel weer echt ook heel erg cool gedaan. En we hebben ook van haar perfect. En dat vind ik ook. En dan een van mijn favoriete kamers. Dat was de kamer van Hoge Nood, de Room of Requirements. En daar was alles zeg maar in een soort grijs tinten. En zodra je dan met je stok zo zwiepte, dan ja, ging het licht geven. En zag je dus de echte kleuren van het item wat er lag. Ik ga afsteken hier binnen. Eerlijk, deze kamer is echt het coolste tot nu toe. Ik ben echt onder de indruk. De Room of Requirements of dat ik aan van hoog genoeg. Ja, dat is goed! Ja, dat is goed! Die kamer is echt cool. Ik heb ook nog nooit eerder bij een Harry Potter gerelateerde exhibitie of iets, zoiets gezien. Dus dat vond ik echt tof. En dan had je daarna nog een ruimte met hele grote schermen waar je een soort flashback cartoony iets zag van Harry en Voldemort. Als ze nu allemaal herinneringen gaan doen van alle Harry Potter films en zo, dan ga ik echt huilen. Ja, gaat er wat gebeuren? Daarmee hetzelfde is als die kamer van Fantastic Beasts, net iets te veel scherm. Ik vind dat andere als je dan echt iets in het echt ziet, leuker dan op een scherm. Al heb ik wel heel gefascineerd als een toerist rondgelopen in die kamer met mijn cameraatje, maar ja. En dan sluit je natuurlijk af met de gift shop en oh boy, ze hadden daar best wel veel spulletjes die je dus echt alleen maar kan kopen bij The Visions of Magic. En daar ben ik nogal gevoelig voor. En na de gift shop tour zit er natuurlijk ook nog een shoplog aan te komen, want ik heb best wel weer iets gekocht. Ten eerste ziet er best wel pleasing uit van die kandelaren aan het plafond. En dan doe je eerst een stukje met, wat van de familie Black. Tapijt op een kaarsje, pennen. En ze hadden best wel wat van dit soort drinkflessen. Dan heb je hier nog zo'n hoekje van iedere afdeling met shirts, sokken, sjaals, pennen, dat soort dingetjes. Ik heb niet iedere afdeling gefilmd. Dan mijn persoonlijke favoriet, deze artwork, die echt speciaal voor de Visions of Magic is. En ze hebben het dus in zo'n grote variant, maar ook nog in postcards.
Iets wat je ook wel redelijk wat zag was merchandise van de collectebus. Maar aangezien dat de start van de tour was, is dat op zich wel logisch. Dan hadden ze nog een paar dingen van Noble Collectie. Niet een hele hoop. En dan was dat ongeveer de giftshop. Ik heb niet heel de winkel gefilmd, maar wel een groot deel. Dat was de giftshop tour. Je kon daarna ook nog ergens boterbier halen. Komt trouwens volgens mij ook voordat je de Visions of Magic inging. Ik heb het nu al een paar keer gedronken. Ik vind het telkens weer tegenvallen. Maar goed, het hoort bij de experience om boterbier te drinken. Dus daar gaan we nu even van genieten. En voor Tim en Irma was het voor het eerst dat ze boterbier dronken. Dus dat is altijd wel een leuke reactie. Het is een karamelsnoepje. Oh nee. Ja. Waar is de prik dan? Zit er geen prik in? Dat is gek. Dat zou wel moeten. Nee? Oh, dat is gek. Dan is het anders. Maar vind je het lekker? Nee. Nee. Als je in een bak zie liggen, dan zeg ik liever nee. Oh, dan zeg ik toch wel ja. Je hebt eigenlijk vals gespeeld en al een slokje van Tim en Irma genomen. Hm. Oh, wat lekker. Het is nog steeds even vies als ik het altijd vond. Maar ik heb een beker. Het zit gewoon te kokken hier. Nee. Ja, waterige karamel. Die heel vullend is en heel veel suiker. Ik mis het roken. Als ik denk aan boter, dan denk ik dat het echt gewoon... Ja, maar het gek is, ik kan me dus wel herinneren dat er zo'n schuimlaagje op zat met schuim. Wat ja, maar jouw hele beker was schuim. Ja, maar... Heel dik. Ja, wat romeriger. Het is nog aangeleend. Het is festival butterbeer. Festival. Bier met water. Hé, hey, jongens, ik heb daar trouwens wel een shoplog, want ik heb €114 uitgegeven. Dat valt mij dus mee. Met wat ik jou zag graaien aan het begin. Heb je dingen teruggelegd net? Eentje. Maar goed, de shoplog komt straks. Geld heeft gerold. Rick heeft ook geld laten rollen. En dan nu door naar mijn shoplogje. Heb dit doosje gekocht met erin een Polyjuice Potion Bottle van €22. Ik zou zoveel mogelijk als het kan nog de prijs erbij noemen. En daar zat dus deze in. Is €22 voor zo'n klein glazen flesje belachelijk? Absoluut. Maar volgens mij kan je dit dus alleen maar daar kopen. En ik dacht, weet je, we doen het gewoon. Dus deze, er staat ook op dat hij van slak... Er zit echt allemaal foundation op mijn nagels. Oh boy, als dit al heel de video is. Oh wel, niks meer aan te doen. Er staat ook op dat hij van slakhoorn is. En ja, gewoon een klein Polyjuice flesje. Het enige wat ik jammer vind is als ik het in mijn schap zet, dat de muur erachter natuurlijk wit is. En dan vallen die witte letters een beetje weg. Daar moet ik even iets op verzinnen. Dan hebben jullie al kunnen zien de souvenirbeker met boterbier erin. Ik heb best wel al wat boterbierbekers, maar deze had ik nog niet. Dus die heb ik ook meegenomen. En als je zo'n souvenirbeker met boterbier wilde, dan was dat €15. Overigens is dit weer een ander label dan mijn andere boterbierbekers hebben. Dus nu heb ik allemaal verschillende. Vind ik leuk. Dan is dit volgens mij ook een Visions of Magic exclusive. En dat is, ja, eigenlijk is dit dus zo'n ding waar je sleutels aan kan hangen. Maar ik wil het gewoon zo neerzetten als een Nocturne Alley bordje. Die vond ik wel heel erg tof. En nogmaals, ik heb zoiets dus nog nooit eerder ergens gezien. En deze was €25. Als dit echt exclusieve merch is voor Visions of Magic, geldt ook dan voor dat glazen flesje. Dan snap ik de prijs en dan vind ik het waard. Ik ga dit dus niet gebruiken als zo'n keyring. Ik ga hem echt gewoon zo in het schap neerzetten. Ik kan hem ook trouwens ophangen. Logisch, want het is een sleutelhouder. Maar je zou hem dus ook gewoon zo kunnen hangen. Dan heb ik nog deze pin. Ook van de Nocturne Alley. En kijk die details in dat handje. Ik vind deze echt heel erg mooi. Deze was €7. En dan deze kon ik ook niet laten liggen. Een pin van ja, die orbs, dus die bollen. Vond ik ook cool omdat het wel een beetje een van de toffere ruimtes was vandaar. En die was €6. Ben ik de enige die dit soort pins altijd gewoon helemaal zo in hun verpakking laat en zo in mijn schap zet. Ik vind het dan zonde om het uit de verpakking te halen. En dan kon ik dit ook niet laten liggen. Ze hadden van die coole artwork prints. En dit zijn dus volgens mij dezelfde artwork als in die Fantastic Beasts kamer was. En daarom denk ik dus ook dat het exclusief is voor de Visions of Magic. En ik kon dit niet laten liggen. Ik vond het echt tof.
Dus die van de Niffler. Met een mooie gold foil erop. Deze print kost 18 euro. Best wel wat centjes, maar ja. Voor mogelijk exclusieve merch en gewoon iets leuks om ergens op de muur te hangen, vond ik dat het waard. Alleen, ja, kijk, je heet Esmeralda of niet. En als je Esmeralda heet, dan denk je, ik heb er niet één nodig, maar ik koop gewoon alle drie de versies die ze verkopen. Dus ik kocht ook deze van Picket. Ja, een beetje hetzelfde idee met die gold foiling en wat informatie over... ja, Botrock was eigenlijk niet alleen Picket. En omdat hij dus een beetje dezelfde kleurenstijl heeft als die ander, kan ik wellicht mijn vriend overtuigen om deze ergens in het huis op te hangen als decoratie. Dat het niet hele overduidelijk Harry Potter merchandise is. En dan had ik ook nog als laatste deze van de Alchemy. Ja, hetzelfde principe. Wel hele andere kleurtjes deze, dus die ga ik dan denk ik ergens anders hangen. Of in mijn Newt Scamander-schapje zetten. Want ik vind deze wel echt ook heel, heel cool. En als laatste, als een ware toerist, kocht ik nog zo'n foto. Vind ik heel erg leuk om ergens neer te zetten als herinnering. Je kan wel zien wie de echte nerd is in de Harry Potter capes. Ja, al met al heb ik een hele leuke dag gehad bij Harry Potter Visions of Magic. Sommige kamers vielen dus een beetje tegen en andere waren weer super cool. Ik weet niet hoe lang het er nog is. Volgens mij niet super lang, want het trekt dus de wereld rond. Mocht je nog kunnen gaan... Ja, raad ik het aan. Ik las online dat de reviews wel een beetje gemengd zijn, maar ja, ik vond het zelf echt wel een leuke experience. Wel één ding, alle informatie die wordt gegeven, die op bordje staat, alles is alleen maar in het Duits. Als ze eenmaal merken dat je daar geen bal van verstaat, dan gaan ze wel Engels tegen je praten. En dan wordt er gezegd van, oh ja, je kan gewoon zeggen als je het niet snapt. Maar dat doe je ook, denk ik, tenminste, ik niet zo snel. Maar goed, houd er dus rekening mee dat hetgene wat wordt verteld in principe Duits is. Tenzij je dus zegt van help, ik begrijp niet wat je zegt. En ja, dan was dat mijn ervaring. Ik hoop dat jullie het een beetje leuk vonden om te kijken. Dan ga ik de video beëindigen en de spulletjes een leuk plekje geven in mijn verzameling. Dan hoop ik jullie volgende week weer te zien. En dan rest me niks anders om te zeggen dan doei!